NFL is deze week vaak dood gegaan en Tom heeft de tijd teruggedraaid. Welke games en nieuwtjes zullen zij vandaag gaan bespreken in gloednieuwe GNR? Ik kan niet wachten. Echt niet? Nee, echt. Gamersnet Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Turtle Beach Headsets. Het is weer tijd voor de show der shows. Wekelijks plezier. Ben je ook klaar voor een heerlijk uur? Je hoort en ziet het hier. Hou je van Xbox, PlayStation, PC of Nintendo? Het maakt niet uit, want jij bent welkom bij Gamersnet Radio. We beginnen zo. Ja, we zijn weer live met Gamersnet Radio. Welkom iedereen. Het is aflevering 262 alweer. Daniel zit hier tegenover mij. Het wordt een hele, hele drukke aflevering, denk ik. Want er is weer aardig veel gebeurd in de gamesindustrie. En er zijn ook weer heel veel games uitgekomen. Dus we hebben daadwerkelijk weer iets te bespreken. Een paar reviews, leuke games. Veel commotie allemaal. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal in gaat houden. We hopen dat jullie straks ook nog even inbellen. De lijnen gaan natuurlijk weer open straks. Dus bel vooral het nummer wat dan in beeld staat. En wat ergens in de beschrijving staat. Anders, ik weet het ook niet uit mijn hoofd, hè, jongens. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Hè? Lekker onprofessioneel, Tom. Lekker. Welkom Daan. Welkom Tom. Dank je. Ja, jij ook bedankt. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik vind het een hele amicale, ja. Dankbare show nu al. Ja, we gaan volgens mij gewoon een uurtje... Een uurtje alleen maar complimentjes uitdelen. En, oh, bedankt. Oh, wat fijn. Ja. Oh, dat jij het... Is jou het opgevallen dat mijn haar is geknipt? Wat leuk. Bedankt. Ja. Het zit onder de muts. Het zit onder de muts. Ja, dus je ziet alleen dat plukje hiervoor bij hem zo. En daaraan moet je aflezen dat ik eindelijk naar de kapper ben gegaan. En ja, heel veel mensen zeurden daarom op streams en in video's. Dus alsjeblieft, jullie gehoor is... hoe heet dat? Uw gebed is gehoord. Dat is het. Hoor wederhoor. Hoor en wederhoor. Ik heb aan mensen gevraagd, willen jullie ook echt dat geknipt werd? En ze zeiden ja. Dus dat is gebeurd. Het is druk op de chat, zie ik al. Meneer Johnny is er, Anu is er, oh my god, oh my god. Een paar nieuwe mensen zie ik. Koen, 420 Blazit. Het is gezellig. Lekker zo. Man. Ja, mensen leuk. Weten het inmiddels natuurlijk. Hè? Van 4 tot 5. Het begint, Games het Radio. Begint inmiddels een beetje een ding te worden. Godzijdank. Ja, ik heb een beetje het idee van, nou, dat streamen begint er bij ons steeds meer in te komen. De followers lopen steeds up. En het is gewoon, het is gezellig of zo. Ik weet niet, we streamen ook heel leuk. Als er leuk meegepraat wordt in de chat, superleuk. Maar hey, fijn dat jullie er zijn. We gaan weer GNR doen. En allereerst, zoals altijd, beginnen we met God. Daniel, wat heb jij zoal gegamed deze week? We beginnen met God. Ja, we beginnen met God. Heeft u het woord van God al gehoord? Wacht, ik ben nog even... Tegenover mij zit Jezus. Vandaag een... Jezus. Zweetus in die anus. Oh, het wordt ook een erotische stream. Ja, het wordt een hele heerlijke... Ik heb een beetje gekke dag. Ik heb net een half uur buiten kapot zitten vriezen, omdat er niemand op kantoor was. Sorry dat ik daardoor geef niet hoor. Daardoor kreeg ik een beetje gekke shit in mijn hoofd. Ik heb lekker wiefje zitten tappen van kantoor. Ik hoorde echt een wietje zitten tappen van kantoor, maar wietje, het is wiefje. Ja. Wietje ook, ja. Ik ben knijtenstoten. Volgens mij staat het inmiddels ook... Op Twitter, het staat op Twitter dat we live zijn met een echt fantastisch, epische foto. Wat leuk. Ja, en nou weten de mensen ook dat we live zijn. En als je terugluistert, dan kun je die tweet terugzoeken. En dan weet je dat we toen gezegd hebben, we zijn live. Ja, hey. Met die foto erbij. Maar wat heb ik gegamed? Nou, ik iets heel gestoord. Ik
ben dan wel Jezus, maar ik ben naar de hel gegaan, want ik heb Bloodborne gespeeld. Ja, en allereerst, jij gaat denk ik ook Bloodborne reviewen? Nee. Niet? Wie gaat Bloodborne reviewen? Want dat is echt een taak. Nou, dat was dus het mooie. Wacht, ik leg mijn telefoon weg. De mensen die de stream hebben gezien, ik ga ook even de chat erbij pakken. Ik ben Twitch kwijt. Ja, het is een Mac, hè. Je kunt het ook nooit vertrouwen. Hey. Maar goed, ik heb Android, dus dat gaat sowieso ontploffen in mijn gezicht straks. Oh, nee, hier. Oh, er wordt echt gezegd, Tom, je haar zit top. Fantastisch, thanks, Koen. Nou, mooi. Dat plukkie. Bloodborne. Ja, terug. Back on topic. Ja, Waarom ga je hem niet reviewen? Nee, ik kreeg hem dinsdag binnen. Of ik ging hem ophalen bij Peter. Uh-huh. Vet, mooie uitdaging. Ik heb nooit een Demon's Souls of Dark Souls gespeeld. En ze zeiden van, ja, Bloodborne is iets meer vergevingsgezind. Ik denk, nou, mooi. Oh. Ik heb wel weer zin in iets van een uitdaging. Ik speel meestal games op een lager niveau. Ik denk, nou, hè. Echt? Nou, gewoon medium. Als jij reviewt, ga je medium? Ik pak altijd, als het er 5 zijn, pak ik altijd de 1 na hoogste wel nog om te reviewen. Ja, toch wel? Ja, want ik vind voor het review wil ik er toch iets sneller doorheen kunnen. Ja, dat dus is ook wel zo. Dus ik pak eigenlijk gewoon, zo. Als ze easy, medium of hard, pak ik altijd medium. En ze zijn er van de 5, pak ik eigenlijk gewoon de middelste. Ja. Maar wacht, heeft Bloodborne eigenlijk wel een moeilijkheidsgraad? Nee. Nee, het is gewoon altijd fucking moeilijk. Nou... Ja, ik hoorde iets over N-plus games of zo. Volgens mij als je de game uitspeelt, volgens mij kun je hem dan zelfs nog moeilijker maken of zo. Oh, maar God, ik was dus binnen de eerste 5 minuten al dood, omdat ik geen wapens had. Wat? En ik kwam dus gewoon al niet verder. En ik heb me echt zitten opvreten en mensen hebben genoten van de stream volgens mij. Ja, ik had hem ook aanstaan. Ik was niet heel aandachtig aan het kijken, want ik had ook een serietje aanstaan. Maar het ding is, ik had mijn tablet naast me liggen met jouw streamer op. En hoe vaak ik wel niet een zwart beeld zag met rode letters gestorven. Ja. Gestorven, Daniel. Ja, dat was heel vaak. Maar op een gegeven moment ging het eigenlijk nog best goed. Alleen, ja, op een gegeven moment zak gewoon echt 1,5 uur voor. Maar wie gaat hem dan reviewen? Caron. Caron? Oh, Caron is dus wel een old school. Ja, Peter die vroeg van, we hadden goed nieuws over dit weekend, over de Dutch Comic Con. En Peter zegt, stop de stream, ik wil bier drinken. Nou, ik zeg, ik stop om 10 uur met streamen. En toen heb ik dus in de pub gezegd van, ja, dit Bloodborne, blablabla. Peter zegt, weet je, stuur me lekker door naar Caron anders. Want als jij niet verder komt, dan kun je ook niet de review doen. En nee. Caron heeft Dark Souls gespeeld. Nou nee, daarover. Ik heb Demon's Souls gereviewd. Die heb ik ook echt bij lange na niet helemaal uitgespeeld toen ik hem reviewde. En ik moet ook eerlijk toegeven, Ninja Gaiden 2 heb ik ook ooit gereviewd. Man. En daar ben ik ook niet heel ver in gekomen voordat ik die review deed. Maar dat lag ook aan een bug, dus sorry daarvoor jongens. Er wordt ook trouwens gezegd over je biertje en je biergedrag. Dat er wordt gezegd om 4 uur bier zuipen. Wat een bedrijf. en dan, terwijl dat wordt gezegd, begin jij ook nog eens te lullen over dat je stream moest stoppen voor een pilsje. Ja. Wat zijn we weer een stel alcoholisten. Dinsdag in de pub gezeten. Ja, ik moet ook een beetje genieten van mijn leven. Ja. En daarom was Peter dus super brak woensdag op kantoor. Ja. Super leuk. Op geen SQ. Maar joh, het is ergens zitten 5 in de klok. En, dat ik had is gewoon ook even zo. Ergens biertje. Op de wereld is het pubtijd. Kijk, en ik kan vanavond niet te lang doorgaan, want ze staan morgen vroeg op de Dutch Comic Con. Ik hoorde dat we er morgen al om 19:30 moeten zijn. Ik weet niet of ik er dan al moet zijn. Nou, Peter is morgen dus al om 19:30 op de Dutch Comic Con. Echt om klaar te zetten en alles nog een laatste keer door te lopen. Draaiboek even doorbladeren. Ja. Maar dat is 2,5 uur voordat de beurs Want de beurs open start. Gaat. Ja, de beurs gewoon 10 uur open. Ja, ik bespreek het nog wel even met Peter. Hoe laat ik... Overigens wel heel leuk als je naar Dutch Comic Con gaat. We staan heel prominent. We staan echt een beetje bij de hoofdingang. Je ziet ons eigenlijk als niemand dat er staat. Is wel vet. Als niemand in zeg maar, je gezichtsveld staat, zou je de tuk-tuk direct kunnen zien vanuit de hoofdingang. Mocht het al verklappen. Oeps. We staan echt met... Awkward. Dus staan... kunnen we dat nog wegbliepen later? Vast wel. Anyway. Maar, het viel niemand op. Nee. Het precies. Viel niemand op. Nee, maar weet je... niemand heeft iets gehoord. We hebben foto's gezien van de lege hal. En je kunt ons plekje al zien. Ja. Er staat nog niks van ons. Maar ja, je kan het ergens wel raden. Vanuit de hoofdingang zijn wij inderdaad goed te zien. En ik lees in de chat... Johnny zegt... zolang hij niet dronken is tijdens de Comic-Con. Ja. Nee, dat gaat alleen daarna gebeuren. Maar goed, even door met het draaiboek. Tot dusver, Comic-Con, als je er bent, laat het even weten. We zijn er morgen, stuur ons een tweetje of zo. Allemaal heel leuk. Ik heb deze week Life is Strange, episode 2, ook voorzien van een review. Een 8, zag ik? Ja, ik wou eigenlijk ook het punt niet aanpassen. Omdat ik heb de eerste episode een 8 gegeven. En toen dacht ik de tweede ook. Omdat hij streeft voort en hij doet het iets beter. Maar ik wil nou niet in één keer die game allemaal 9's gaan geven of zo. Het is, ja...
Want het is nog niet klaar. Het is heel moeilijk om episodische content een cijfer op te plakken. Dat is heel moeilijk. Van nu is de serie een 8 waard. Nu is de serie een 9 waard. Dus ik was een beetje in dubio. Maar het ding is wel fucking goede episode. Maar goed, heel leuk. Je kan het per episode natuurlijk wel een beetje bepalen. Maar ik bepaal het textueel meer. Ik vind het moeilijk, want het punt wat ik één episode geef, dat is wat er op de gamepagina staat op gamersnet.nl van dat krijgt de serie. Dus het is een beetje. Ik zit de hele tijd in dubio van ik ben één episode aan het reviewen, maar tegelijkertijd ook de hele game. Dus een beetje raar. Dat is apart. Ga in ieder geval die review lezen, is heel leuk. En GTA Online heb ik gespeeld. En verder, Michiel is bezig met Ruzzle. Nou, dat is gewoon een soort Scrabble-achtig ding. Ja, dus Michiel is duidelijk van zijn Destiny-verslaving af, merk ik. Leon Staugi, Battlefield Hardline en Valiant Hearts. Natuurlijk, Battlefield Hardline was natuurlijk ook de review van verschenen. Ja, zeker. Lennart, GTA Online op zijn Xbox 360 en Assassin's Creed 3. Dat is trouwens leuk, want Assassin's Creed 4, Black Flag, wordt volgende maand gratis op Xbox 360. Oh, cool. Ja, dan kan die doorgaan spelen. Yes. Tom Gudde, onze video stagiair, die heeft Killzone Mercenary op zijn Vitaatje gedaan. En Hotline Miami 2, dus die is lekker bloederig bezig geweest. Hielke is helemaal verslaafd aan Diablo 3 en heeft ook City Skyline gespeeld. En die is vandaag ook op de review verschenen. Yes. Werd tijd, maar het is een hele leuke review geworden. Er stonden echt een paar fantastische dingen in dat ik dacht van... Jij blijft erin, Hielke. En Richard, ook verhalende content, net als ik. Game of Thrones episode 3 is hij aan het spelen. En dat is wat de redactie heeft gegamed. Jongens, wat hebben jullie allemaal gegamed? Laat het even weten. Volgens mij ben je Peter vergeten. Kijken. Oh, nee. Er wordt nou gevraagd naar foto's van hetgeen wat ik net zei. Nee. We doen het nog niet uit de doeken. Kijk, en we willen het nog niet uit de doeken doen. Eigenlijk zouden we morgen uit de doeken doen. Het ding wat we hebben. Maar het is nog niet helemaal af. Dus het komt later. Maar dat is echt serieus over een week of zo, neem ik aan. Ja. Maar het ding is, wil je zien wat we hebben? Kom dan vooral naar Dutch Comic Con. Zeker. Wij vinden het heel enerverend. En ik heb het per ongeluk net verklapt. Dus iedereen bakken ze erover graag. Ja. Maar er werd al flink over de chat doorgeluld. Okay, maar goed, dat maakt verder niet uit. We gaan gewoon lekker door met. Gaan we gewoon door met ondertussen op GNHQ? Ja. Wat is er allemaal gebeurd op GNHQ de afgelopen tijd en op gamersnet.nl? Daniel, vertel het me. Nou, natuurlijk, member van de maand maart. Al bijna de derde maand is al bijna voorbij. Dat was een tussenstand. Ik heb de tussenstand er even niet bij. Ik heb de tussenstand er ook niet bij, maar ik wist dat in de top 5 zaten SW Klein, Sander, Koen zat er volgens mij in, Bas, Sebastiaan volgens mij ook. Nice. Ik weet het niet meer precies wie er allemaal in zat, maar... Oké, volgens mij kun je nog heel even stemmen. Je kunt nog heel even stemmen, dus stem vooral op gamersnet.nl. Een paar dagen de tijd. Ja, de streams, die zijn gefeatured. We zijn een aantal keer gefeatured. Dat is nou vast op Twitch. Volgens mij staan we nu ook weer gefeatured. Ik zal het even kijken. Maar tegenwoordig gaan we heel lekker met Twitch. En we hopen ook dat jullie het allemaal leuk vinden. Maar Twitch heeft ook ons een beetje opgepakt. Dus als er geen andere belangrijkere streamers live zijn, dan zie je onze streams op de voorpagina. Ja. En dat is wel zondag met Daniel, maandag met Peter vanaf PC. Woensdag zit ik op de Xbox One of Xbox 360 op de stream. Precies. En dan hebben we vrijdag Friday Night Live. En natuurlijk waar je nu naar kijkt, of luistert, of wat dan ook, of terugluistert. Gamers op Radio. Yeah. Dus hou vooral die streams in de gaten, want wij vinden het heel leuk. Het is heel nieuw voor ons en het is live. Het is, steun ons een beetje, het is leuk. Gezellig. Awesome. Elke stream is weer een innoverende... Elke stream is een avontuurtje op zich. Het mooie is, dat was toen al bij Destiny en dinsdag ook met Bloodborne, dat mensen willen volgens mij toch wel heel graag dat ik een soort van YouTube-kanaal aanmaak met Daniel's Rage-video's of zo. Dat ik gewoon een game start op de hoogste moeilijkheidsgraad, kijk hoe ver ik kom en dan gaan ragen. En dan moet je echt Ori gaan spelen. Misschien man. Is dat wel echt een soort van ding of zo. Ik wil jou toch wel... Ik zou het leuk vinden als we een... Hey, doe gewoon een standaard rubriekje op het Gamersnet YouTube-kanaal. Gewoon Daniel's Rage. Eén keer in de maand een veel te moeilijke game die jij dan gaat spelen. Elk redactielid mag aan jou één game voordragen die jij dan moet spelen. Complete raging, zeg maar. Dat zou wel episch zijn. Dan zou ik Ik zou dat wel heel tof vinden. John vraagt ook gelijk van stream jij zondag nog. Geen idee, want ik ben toch officieel alleen zaterdag op de Comic Con, maar ik probeer me ook op zondag te binnen te loodsen, want er komt ook een meisje waar ik contact mee heb en die gaat op zondag en die wil met mij heel graag op de foto. Oh, oké. Okay. Ze zegt van de legendarische gamersnetter Daniel, daar wil ik mee op de foto. Dus ik zeg, dan moet je waarom doen. Heb ik niet met dat ons, van dat soort fanmail gehad? Met ons ding op de foto, dan kun je ook nog een game winnen. Oh nou, ja, dat is waar. Kijk, ja. Ze gaat met een broer, dus die wil vast die game hebben. Nou, kijk, slim. Dus ik ga mezelf gewoon zondag binnen loodsen. Je hebt gewoon fanmail. Ik heb nog nooit fanmail gehad, maar leuk.
leuk, man. Nou, fanmail, ik ken er al een tijdje, dus... Oké, Staltemail. Maar goed, ja, Staltemail is ook goed. Of ik dan zondagavond ga streamen, weet ik niet. Anders plak ik hem gewoon op de dinsdag weer. Dat kan wel weer een keertje. Ja. Hey, wat is er verder nog allemaal gebeurd? Ja, wat is er verder gebeurd? Gamers Net Gear. Yes, de... Teufel? Nee, het is fout gespeld. Tiefel. Het is Teufel is het. Dat Teufel. Is zo'n heel goed Duits audiomerk. Teufel Airy headset. Ja, ik vond hem leuk. Hij zag er goed uit. Ik heb hem nog niet gezien. Ja, het is een leuke video met Elmar van Computer Totaal. Zeker. Ondertussen op Gamersnet HQ. Ja, dat is dus waarin we dus een beetje hinten naar wat ik net per ongeluk verklapt heb. Superleuk. Ja. Dat was dus deze week dat we een paar dingen laten zien waarmee wij op bepaalde beurzen gaan staan. En daarmee trappen dus af met Dutch Comic Con. Maar goed, dus je kunt ga raden, zou ik zeggen. Kijk die video en raad wat het is, terwijl ik het net heb verklapt. Leuk. Er wordt hopelijk ook heel veel getweet, zodat jullie het ding ook kunnen zien op Twitter. Ja, dat is wel... Als je met ons ding op de foto gaat... Free ass games. Nou precies, ja, je kunt ze winnen. Kun je een game winnen. Dus hopelijk komt dat massaal op Twitter te staan, of op Facebook natuurlijk. Donderdag de Hot Coffee Show. Heb je hem gezien? Nee, nog niet. Oh, hij is leuk. Ik heb een beetje een drukke week gehad. Nou, hij is niet zozeer leuk. Ja, hij is wel leuk, maar hij is niet leuk. Het gaat over gameverslaving en of we daar niet meer aandacht aan moeten besteden. Dus het is een keer wat dieper of zo, of een keer wat geëngageerder, dat we echt daadwerkelijk de nadelen van gamen bespreken. Oké. Maar dus weinig knipjes, weinig hilarische momenten, maar leuk. Ja, moet ook wel een keer kunnen, toch? Ja, best wel goed op gereageerd ook, zag ik. Dat werd wel goed op gereageerd. Iets van 15 reacties of ja, zo. Ja, maar dat is ook, we vroegen ook aan mensen van, weet je, ken je gevallen of zo? Ja, van dat gameverslaving, te weinig aandacht. Ja, ja, precies. Goed, ja. Dat is wel een ding. Ik inderdaad. Vond het ook wel een ding, want vroeger was dat helemaal hot. Vroeger was alles... oh my god, weet je, toen ik op de middelbare school zat met, weet ik veel, mijn 13 en ik zei tegen mensen dat ik gamede, dan gingen heel veel mensen ervan uit van dat is een slechte invloed en je bent verslaafd en je weet wel dat soort dingen. Dat is niet meer. Dat is fijn, dat stigma is er vanaf. Nou, nog niet helemaal. Oké, het zit er nog wel een beetje aan. Als je inderdaad bepaalde mensen van, als je zegt van, oh, ik speel wel eens games. Oh, ben jij zo'n gamer? Ja. Dat zijn dan toch van die mensen, zeg ik, ja, jij speelt er ook wel een spelletje op je telefoon. Ja, oh ja, nee, maar ja, jij zit zeker 12 uur lang achter je computertje precies. Met een lauwe pizza en koude cola. Ja, nee, dat was vroeger wel iets meer, maar nu dat heb je dat nog steeds. Vroeger was dat heel erg. Vroeger schaamde je inderdaad een beetje als je zei van, ja, ik game. Dan heb je echt zoiets van, nerd, je hebt geen leven. Ja, zit je met 30 graden op je zolletje achter je pc? Dat, ja, is okay, wel dat, echt... dat deed ik vroeger wel eens, ja. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, maar dat brengt ons hier. In het warme bad, dat game dus maar daarom. We hebben allemaal dezelfde hobby. En ja, goed, waarom zou je niet zo'n hobby mogen hebben? Nee, precies. Goed, als je daarnaast gaat vertellen van, ja, hè? Ik game niet zoveel meer, omdat ik ook voor een gamewebsite schrijf. Dan hebben ze wel weer wat meer respect voor je. Ja, dan zeggen ze van, ik wil met die legendarische gamers net op de foto. Oh, dus zo heb je dat dametje omgepraat. Ja, tuurlijk. Eerst noemden ze je gewoon nerd en nu is je stalker. Leuk. Precies. Hey, we hadden ook nog wat reviews, dat werd al gezegd net. Battlefield Hardline door Leon Stoukje gedaan, een 8. De Life is Strange tweede episode heb ik dus gedaan. Was een 8 op de site. En van Hielke, van onze... GN Noordkant kwam City Skyline een 8,5. Ja. Dus het is weer, wat ik zei in de intro, het is weer een beetje, het zijn weer games. Er zijn weer games. We zijn eindelijk weer een beetje, maar het ligt volgens mij nu weer een beetje stil. Aankomende week komt natuurlijk wel Project Cars. Project Car, en Bloodborne komt er nog aan. Precies. Die, dus nee, dat klopt. Ik heb het idee, er komt nog aan. Devil May Cry komt er nog aan. Er komen nog een paar kleine indies komen de laatste tijd ook uit. Dus ik heb het idee dat het weer, het seizoen is weer begonnen, jongens. Fijn. Games. En ik heb nog heel veel games uit te spelen. Ja, nee, inderdaad. Ik heb ook nog een hele backlog die ik af moet werken. Maar goed, je noemde hem net al, Project Cars. Het is, ja, we wilden eigenlijk doorgaan naar de game van de week, maar je noemt hem net al. Het is Project Cars, die komt 2 april uit. Eindelijk uit volgende week. Heeft lang geduurd. Zo, hé, die game is dus echt iets van 5-6 keer uitgesteld of zo. Ja, nee, volgens mij uiteindelijk 3 keer. Maar wel 3 keer in korte tijd. Ja, maar dan ook 3 keer vrij dicht op de release datum. Dat ze hem, klopt, ja. Dat vind ik de kutste uitstellen. Als je echt een week voor de release datum zit en dan wagen ze het nog om te zeggen van, nou jongens, we gooien er nog een maandje bij of zo. Dat is, nee, niet fraai. Nee, maar dat gebeurt, dat gebeurt met meerdere games. Ik hoorde ook deze week Ride. Die race game van Milestone. Die is nu uit voor de PC en PlayStation. Die consoles. Werd alleen voor de Xbox One en 360 nog een precies. Week uitgesteld. Nee, 2 weken of zo. Okay, half april zoiets. Maar dat is ook weer zo raar. Dan is die game bijna uit. Ja, en dan... dat is... wat kun je dan in die paar weken nog doen? Ik heb meer altijd het idee van die ontwikkelaars van... Dit hadden ze toch aan kunnen zien komen? Precies. Dit is toch niet iets wat je pas bij het drukken erachter komt van... Oh, het werkt niet of zo. Dat heb je toch al eerder getest ergens?
Ja, lijkt mij ook. Ik weet niet hoe hun programmering planning allemaal werkt, maar het ding is, Milestone is heel klein. Ja, dat is wel goed ding, voor Project Cars, moet ze ook wel een kleine studio zijn. Nou ja, die is wel weer flink gebacked op Kickstarter allemaal. Tuurlijk, dat is, dus die zijn dan wel relatief klein, maar die hebben in ieder geval wel de expenses, zeg maar. Ja. Ik denk dat we doorgaan naar het Gamers en Nieuws. We zijn lekker lang uit het lopen alweer. Ik weet niet hoe lang. Oh, kijk, gewoon echt al een volle 20 minuten. Dit is het duo waarbij de show makkelijk 3 uur kan duren als we niet opletten. Dan gaan we maar snel door naar het Gamersnet Nieuws. Gamersnet Radio Nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Je hoort het in het Gamersnet Radio Nieuws. Ja, blijft toch ook een fijn deuntje. Je wil even inhaken op de chat, neem ik aan. Op de chat. Anu Veen Leeuwen zegt Project Cars komt in mei uit. Wat daar hebben jullie het over? Is dat... Dat zou wel heel slecht zijn. Release datum? Is dit de oude release datum? Ik denk het wel. Dat zou dus kunnen. Ik denk dat dit het oude release datum is. Nou. Geen release van de week voor de week. Ja, niet alleen lopen we enorm uit. We lopen ook nog eens een keer helemaal fout met het draaiboek. Volgens mij, Peter heeft het draaiboek samengesteld. En volgens mij is Project Cars nog niet in onze database uitgesteld. Oh, dat zou wel heel erg We hebben het nieuws wel gehad. Het zou kunnen hoor, Anu. Ik weet het ook niet. Als je hier zit, wij zitten nou echt in een soort tijdcapsule. En het werkt niet. Maar goed, ja. Hij komt dus niet uit volgende week. Johnny zegt ook awkward aflevering. Ja, maar dit is een hele awkward aflevering. Dat heb je sowieso met ons al. Ja, nee, maar ik verklap iets. We hebben de release datum fout. Nou zul je zien dat al het nieuws ook niet waar is. Dat het allemaal hoaxes zijn. Allemaal gamersnap. Wij zijn hier ook niet. Ja. Wij bestaan niet. Dit is allemaal virtual reality shit. Gewoon gemaakt in de CGI studio van Marvel of zo. Precies. Maar goed. Koen zegt het ook, mid-May 2015. Ja, mei. Sorry, ja, ik zit ook op te denken. Ik zat dus ook al. Ja, twee. Ja, nou ja. Wij gaan ook uit van het draaiboek en daarin is een foutje gemaakt. Dat gebeurt wel eens. Ja, we zijn niet helemaal on topic. Het is ook omdat wij volgens mij allebei niet echt enorme racefans zijn. Anders hadden we dit wel gedaan. Nee, ja, ik speel wel eens een racegamepje. Ja, ik vind Forza heel tof. Maar ik heb een... Ja, jij ja, natuurlijk met je Drive Club. Hoe staat het ervoor met die PlayStation Plus editie? En door. ik heb Forza Horizon 2 en dat is zo goed. Daar heb je geen Project Cars voor nodig. Dus! Dat is weer een andere sneer. Ja, sorry. PCMA's. Oh nee, hij komt ook naar de console. Hij komt ook naar de console, ja. Sorry jongens, dat was een foutje. Ja, we gaan snel gewoon, door om de awkwardheid te bedekken. Je wilt eerst nieuwtjes voor jou. Kutserie. Awkward. Zo slecht dit al. Joh, kan gebeuren, joh, foutje. Zegt Anu van Leeuwen. Anu van Leeuwen, bedankt hè. Het eerste nieuws is dat de Gears of War Collection niet in ontwikkeling is. Want dat was namelijk vorige week het nieuws. Ja, nee, ik ben er ook echt serieus best blij mee. Ga jij nog maar eens een keer God of War Collection spelen? Nee, heb ik ook. God of War 3 HD remake voor de PS4 komt uit. Ja. God of War 3 is serieus een hele vette game. Dat geef ik toe. Maar ik ben klaar met de remakes. Ik dacht nog van oké, er komen een paar... Er komen gewoon een paar remakes uit. Ik denk, dat kan nog wel. Maar nu wordt het spuugzat aan het worden. Het is te groot. Ik had zoiets van, die nieuwe consoles die moeten nog een beetje inkomen. Maar ja, anderhalf jaar verder. Uncharted is uitgesteld. Eind dit jaar hebben we niet zo heel veel voor PlayStation, Xbox, iets meer. Ja. Maar ja, als je dan inderdaad gaat kijken, al die HD remakes. Dan denk ik van, wie zit daar De enige remastered versie die ik nu nog zou willen, is die van Timesplitters. Ja, van een game van 15 jaar oud. Die zou ik dan nog een keer willen. Dan heb je het ergens over. Maar ik vind van Gears of War, die eerste game is uitgekomen in 2007 of zo. Ja, dus dat is, en die games zijn, als je het nou bekijkt, nog relatief nieuw of zo. Het is niet alsof ze echt stront lelijk zijn. Je zou Gears of War 1 tot en met 3 kun je nog best wel met je maten een keer in een marathonnetje doen. Zonder dat je de hele tijd hoeft te zeggen van, oh, wat was het toen lelijk zeg. Dus waar is die remake voor nodig? Ik ben blij dat die van Gears of War niet komt. Ik vind dat die van God of War komt, denk ik van, jongens, kunnen we even die remakes... Ja. Kom gewoon lekker met nieuwe games. Kom met nieuwe games. Kijk, ik vind een poort prima. Weet je, The Last of Us poorten, dat was slim. GTA poorten, natuurlijk.
Dat poorten is prima. Maar, ik vind dit ook... Zo'n God of War lijkt ook meer op poorten dan echt remake of zo. Ja, ze zullen het vast wel mooier maken. Tuurlijk, ja, het wordt wel iets mooier, maar het is... Het zal, je maak dan een remake van Pong. Dan heb je tenminste nog over echt jaren geleden of zo. Dat je echt denkt van, daar valt iets aan te verbeteren. Nee, daar valt iets aan te remaken. Net als remasteren. Onlangs die Grim Fandango bijvoorbeeld. Dat zijn dan misschien nog soort... games waarvan je zou zeggen van, oké. Dan wel. Ja, Monkey Island. Kijk, als daar ontwikkelaars achter zitten die daarnaast dan geen andere game kunnen maken. Dan denk ik van, ja, maak dan liever een nieuw IP of een nieuwe game in een serie. Dan dat je met remakes komt. Want maar dan... het is een verplichting geworden. Voordat je zeg maar... We zitten nu op de nieuwe generatie consoles. Voordat je verder gaat met je goed lopende bestaande serie... moet je een remake maken. Ja, kijk, Halo heeft dat gedaan. God of War gaat dat nou blijkbaar doen. Gears of War liep kans dat te gebeuren, weet je wel. Precies. Dus ik ben ervoor dat niet gebeurt. Want ga gewoon lekker door met nieuwe games maken. Ja. We hebben die games al gespeeld, als het goed is. Dus fuck it. Ja, kijk, voor die mensen die hem of nog een keer echt graag willen spelen... of inderdaad nog nooit hebben gespeeld. Ja, dan is het... Dan vind ik het... Dat is een ander verhaal. Dat is leuk, maar... Dan nog, dan heb ik echt zoiets van, ja, God of War 3 heb ik al gespeeld. Ja, maak gewoon een nieuwe God of War. Maak gewoon een nieuwe game in de serie. Of begin met een nieuwe IP. Zo'n ontwikkelaar kan meestal maar één game tegelijk maken. Ja, goed, er zal er minder tijd in zitten in een remake of in een remaster versie. Maar het is zo easy. Het is zo'n sneer. Ja, het is gewoon makkelijk geld. Gewoon cashen. Ja, en ik voel me daar altijd een beetje beladen door of zo. Ik heb zoiets van, een bedrijf probeert mij te naaien. Gewoon met één game, één keer oppoetsen, twee keer het geld binnen te slepen. Oh yeah, Koen zegt ook... Timesplitters, by the way, even backtracking, wil die zeker ook wel HD remake. Ja, dat echt gewoon deel 1, die speelt gewoon nu nog steeds lekker. Maar als ze die gewoon even desnoods opnieuw uitbrengen op de PS4, ik ga hem helemaal kapot spelen. Ik zou meedoen. En dat zijn gewoon... Maar niet op de PlayStation 4. Nee. Oh. Sorry. Maar goed. Metastream. Zullen we... Ja, we gaan door. Dat was de discussie van vandaag. Kijk, ja, dat was inderdaad even... Daniel en Tom zijn twee oude opa's die boos worden over de vernieuwing in de game-industrie. Maar goed, mensen zijn het volgens mij wel... Ik heb het idee dat iedereen het daarmee eens is. Nou, ik heb nooit echt gehoord van iemand... Nou, ik ben helemaal wous van remakes. Ik ben helemaal wild van het idee dat je een game nog een keer kunt spelen met net iets meer polygonen. Yippie. Nou, ah, kijk, voor 20 Blazers zeg, Modern Warfare 2 is onspeelbaar, nu zou hij nog wel willen spelen voor een remake. Ja, maar dat zou ik niet onspeelbaar Kingdom Hearts noemen. Voor PS4, remaster van Crash Bandicoot. Kijk, er zijn wel mensen die zeggen van, doe maar een remaster, maar ik lees hier wel... Voor de nieuwe generatie gamers is het oké, maar er zijn er de laatste tijd zoveel geweest, dus ik vind het goed geweest. Ja. Hey, zullen we doorgaan? Ja. PlayStation Network heeft nu real-time statuspagina. Ja, Xbox Live beschikt er al jaren over. En die geeft gewoon een real-time indicatie van de status van verschillende services. PlayStation Network heeft dat nu ook gekregen. En er was eigenlijk voorheen een statische pagina die eigenlijk nooit geüpdate werd. Maar je kan nu live zien in real-time of alle servers en andere services online of offline zijn. Het is heel fijn zoiets hoor, want ik vind dat bij Xbox ook fantastisch. Als je niet meteen inlogt in je Xbox, ga je gewoon naar die pagina en je ziet meteen, oké, het inloggen werkt niet. Maar bijvoorbeeld als je dan wel weer erin bent, zie je dat de core services en de game services het weer wel doen ofzo. Maar dat kun je heel makkelijk op je Xbox zien. Je kunt op je Xbox naar Internet Explorer toe gaan en die pagina invullen. Het is gewoon een webpagina, dus je kunt hem heel snel op je mobiel even kijken wat er precies kapot is. Ja, want ik zou bijvoorbeeld nu niet weten op welke pagina van PlayStation ik moet kijken. Het staat ook niet... Ja, PSN staatspagina. Het is aanklikbaar, maar dat werkt niet op een draaiboek. Dat vind ik zo lame. Papier is zo lame wat dat betreft. Het nieuwe papier, dat je gewoon... Zo'n hologram zo. Volgens mij werkt Philips eraan, maar niemand wil het geloven. Dat is altijd. Philips werkte ook aan de oprolbare televisie. Nobody gave a shit. Ik vond het fantastisch. Philips heeft spiegels gemaakt die konden veranderen in televisies. Dat zie je nou in films. Dan zegt iedereen, wow, dat zou vet zijn als het echt was. Ja. Dat was echt! Maar niemand geloofde fucking Philips! Import van de wereld. Of nee, Nederland, sorry. Ja, maar kijk, de eerste stap naar oprolbare televisie zijn die curve televisie. Oh, ja. Dat is de eerste stap. Ja, en de iPhone. Kaching. Ja. En de service van Drive Club. En de remake editie van God of War 3. Yeah. Hey. Nee, er is de laatste tijd heel veel te doen geweest rondom Kojima. Ja. Maar dat is een teaser naar... Na de break, want we gaan denk ik even breken. Ja, is goed. We zijn weer veel te ver uit aan het lopen. Twee nieuwtjes gedaan, voor de rest alleen maar lopen zeiken. De twee oude... We zijn net die van de Muppets, die op het balkonnetje zitten.
Maar goed, wij gaan dan even pauzeren, denk ik. Welk nummer van Hans Otjes wil jij en het publiek horen? Echt een epische. Ik zou een van de nieuwe... Ja, wie? Terrence en Philip. Heb mailtje gestuurd naar Game Net, zegt Koen. Hoop dat ze beantwoorden. Welk nummer willen we horen? Ja, dat duurt natuurlijk nog 30 seconden. Sorry Koen, dat is een ding. Peter wil niet dat iemand anders in de radio mail kan. Dus ik kan waarschijnlijk nou niet bij de mailtjes die binnen zijn gekomen op radio@gamersnet.nl. Dus de mailtjes kunnen misschien niet beantwoorden. Dat wordt dan iets voor volgende week. Sorry alvast. Of mail naar jou. Of mail gewoon naar tom@gamersnet.nl. Ik lees het ook gewoon. Vind ik prima. Terrence en Philip zijn we inderdaad een beetje. Oh, Beavis and Butthead. Oh, sorry, dat is. Terrence en Philip zijn die van South Park. Zijn. Hey! Oh ja. ik had Beavis and Butthead en Terrence en Philip halen door elkaar. Hey, Terrence. Ik hoor iemand Far Cry 4. Ik zal eens even kijken of ik hier in de Himalaya heb. Ja, dan zul je zien. Oh god. Ik heb hier Kojima, mag het straks ietsje minder? Doe maar. Ja. Nou, pas precies voor het volgende nieuwtje. Dat is misschien wel beter. Ik hoop dat hij het nog doet, want soms is het dat tracks van ons niet helemaal op de goede plek staan en dan speelt hij zomaar een ander ding af. Terwijl hier nou staat echt Kojima, mag het straks iets minder. Dus, in deze show, waarin alles fout gaat, gaan we nu bidden dat het Hans Otjes track wel goed gaat en dat wij even koffie en een pilsje bij kunnen vullen. Zweetus, Indianus. Het is erotisch, Spiritus, awkward, Santus. Alles gaat fout. En Jezus Heilige zit hier tegenover Jezus. Mij. We gaan water en wijn laten veranderen na de break. Veel plezier met Kojima, mag het straks iets minder van Hans Otjes. Ja, sorry, ik hou echt van dit nummertje. Echt altijd als ik host, dan klap ik deze erin. Of het GTA Online, of het GTA Waar is deze van dan? Dit zit in Forza Horizon 2. Ah. En het zit ook echt in heel veel, volgens mij, films en trailers en zo. Zie je het heel vaak, maar luister maar. Ik weet niet, is toch lekker? Klinkt goed. Ja, ik vind het gewoon, het is een beetje lekker laid-back, funky. Ja, precies. Een beetje voor de achtergrond en zo. Ja, precies. Het is Sun Models van Odessa. Maar dan met een Z aan mijn hoofdletters. Ik weet niet. Leuke groep. Ik heb hem van Forza Horizon 2. Ik vind het altijd leuk als ik muziek uit games kan halen. Dat gebeurt heel vaak.
Jongens. Goat zegt, epic rap battles of history, Hans Otjes versus Tom K. Nice. Nee, ja, wat er dus in de chat gezegd wordt, ik zou inderdaad een keer een duet gaan doen met Hans. Dat is niet helemaal, tot dusver niet helemaal doorgegaan. Dat komt misschien nog wel een keer. Maar het is ook niet echt een duet, het is een, ik rap en Hans die zingt. Maar welk nummer zou het zijn? Oeh. Dat komt misschien nog een keer als we nog een keer iets leuks gaan doen met GTA Online. Oké. En door. Ja, Kojima, brand los. Want ik neem aan, heb je het een beetje gevolgd? Alles absoluut. Met, dan brand lekker los. Ik ben best wel fan van Metal Gear Solid. En Metal Gear Solid 4 was echt fantastisch. Hideo Kojima is gewoon echt een fantastische kerel. Maar... een fantastische kerel, leuk, gewoon gezellig in de pub. Doet altijd mee, weet je wel. Praat perfect Engels. Ja, zelfs Nederlands. Zelfs een woordje Nederlands. Ja. Ik heb gehoord dat hij wel een Limburgs accent had opgepakt. Ja. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, raar. Maar leuke kerel. Fijne gast. Ja, hallo? Ja. Ik ben hier gewoon aan het spelen. Mijn naam is Kojima. Kojima? Ik ben van die nieuwe Metal Gear Solid, hè? Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain? The Phantom Pain? Nou, ik kan het... Als haar op mijn bal hier nog is, dan... Danny, ja. Haar op mijn bal. Die vindt het waarschijnlijk verschrikkelijk hoe wij praten. Heerlijke kerel. We kunnen natuurlijk niet... Maar nee, er was gezeik hommeles binnen Konami en Kojima Productions. Want Hideo Kojima zou na Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, die later dit jaar verschijnt, vertrekken bij Konami. En het is dus officieel bekend. Hij werkt nog wel 100% of hij is 100% betrokken bij de game. Ja, maar zijn naam is wel van de cover afgehaald, toch? De naam dat is van de vaak staat inderdaad onder Kojima game. Dat staat onder elke Metal Gear Solid, maar, en ook zijn bedrijf Kojima Productions is ook weggehaald, zeg maar. Ik weet niet. Was dat niet ook juist hetgeen waar Konami en Kojima problemen over krijgen? Ik weet niet zeker of dat waar is, maar dat had ik gehoord. Dat de hele clash is ook gekomen doordat Kojima zei, ik wil dat voortaan dat er altijd op staat. En Konami zei, ja, dat hoeft helemaal niet. Wij willen dat er ook gewoon een keer af kunnen halen. En dat was schijnbaar een beetje waar het fout is gegaan. Kunnen, ja. Want het is wel heel opvallend dat er altijd bij staat. Ik bedoel, bij Fable stond ook niet A Peter Molyneux Game of zo. Terwijl hij dat waarschijnlijk wel heel graag doorheen zou willen drukken. Ja, maar ik denk dat... Ik denk dat het een beetje ego-trippen is. Nee, dat kan het deel zijn, maar... hoe heet het? Het is natuurlijk wel al ruim 25 jaar de serie van Hideo Kojima. Hij is de geestelijk vader van de serie. En zo noemt iedereen hem ook. Hij is gewoon een icoon. En ja, maar dat daarom zijn zoveel meer games die een geestelijk vader hebben. Ja, dat klopt. Dus maar dat zal... als dat al 25 jaar zo is en nu wil Konami het opeens niet... Het is natuurlijk wel, het geeft natuurlijk wel aan van... Wij willen je serie overnemen misschien. Nou kijk, stel dat er een soort van spin-off van Metal Gear komt. En daar staat het niet bij. Dan weet je dat het iets anders is. Terwijl nu, als je Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain ziet. De Hideo Kojima game. Dan weet je wel van, bam. Dan weet het is dat het een film wordt. Je weet dat waarin je af en toe een stukje mag precies. lopen. Precies. Nee, kijk, je weet dat het dan zijn kwaliteit is, zeg maar. Je weet een beetje wat je kunt verwachten, denk ik. Ik vind het een lastige. Het zou echt super kut zijn. En heel veel mensen zeggen de Metal Gear Solid serie is na deel 5 kapot. Dat ga ik ook wel langzaamaan geloven. Want, maar dat wordt ook een beetje. Dat gaat zeker Konami... gestigmatiseerd worden. Heel veel mensen gaan een beetje dat placebo effect krijgen. Zo van, de games worden nou minder omdat hij weg is. Weet je, net zoals dat iedereen zei dat iPhone dood was nadat Steve Jobs is overleden. Ja, dat toen zei iedereen kunnen. Ook van, de iPhone zal nooit meer worden wat het is geweest sinds de vierde. Want toen was het nog Steve Jobs, weet je wel. Dus een beetje zo van... Maar goed, kijk, wij weten natuurlijk niet in de puntjes hoe betrokken Kojima is. Hij zegt zelf 100%. Nee, maar in welk deel hij, zeg maar, Metal Gear Solid maakt. Hij schrijft vaak de verhalen. En als je dan opeens iemand anders krijgt die een verhaal moet schrijven... Dat is wel, dan krijg wel je natuurlijk een hele andere wending. Ja. Nee, en het kan best zijn... Kijk, stel dat Kojima ook de rechten houdt, maar ook Konami... Dan kan het best zijn dat ze allebei doorgaan met de serie. Maar stel dat Konami het doet... Ja, ik weet niet wat we daarvan kunnen verwachten. Nee, dat is inderdaad lastig. Kijk, er zijn mindere games in de Metal Gear serie geweest. En er zijn toppers geweest. En, ik neem aan dat je van Phantom Pain zegt, dat gaat een topper worden, toch? Of heb je twijfels? Ja, het enige is, dat hoorde ik van Leon. Die vindt het een fantastische game. Mm-hmm. Omdat Kiefer Sutherland de stem doet van Snake. Terwijl ik zoiets zeg van, flikker op, David Hayter is Snake. Dus...
dat vind ik dan wel weer een minpunt. Dat had je ook met Michael Ironside en Sam Fisher. Michael Ironside is Sam Fisher. En Blacklist was zonder Michael Ironside. Dat is toch weer anders. Ik vind dat gewoon jammer, weet je wel. Ja, dat is wel jammer. Dat is gewoon kloten. Dat vind ik het enige minpunt. Maar ik heb zoiets van... Ik heb Ground Zeroes gespeeld. Het voelt gewoon Metal Gear. En ik heb er echt zo ontzettend veel zin in. Het wordt gewoon een enorme game. Metal Gear Solid 4 heb ik ook echt in 22 uur binnen 2 weken uitgespeeld. Nou, dat doe ik niet vaak. Oh, ik wil echt zo'n uitroepteken knopje nou. Dat ik dat ring kan doen. Ja. Dat moeten we echt gewoon hebben in de show. 22 uur uitgespeeld. Ring! Hey, maar laten we doorgaan. Ja. Jij hebt zin in The Phantom Pain. Ik ga het nog even afwachten. Ik heb nooit zo heel veel gehad met die super lange cutscenes. Dus we zullen zien. Hier komt weer een nieuwtje waar wij allebei waarschijnlijk een kwartiertje over gaan ragen. Batman Arkham Asylum en Arkham City krijgen wellicht een remaster voor de PlayStation 4 en Xbox One. Dit is nog maar een gerucht, dus het staat nog niet helemaal vast. Maar het lijkt er wel op te gaan gebeuren. Ja. Ik vind het zo typisch, want die games die zijn op de vorige generatie echt nog prima te spelen. En ze zijn, Asylum is van 2008 of 2009? Nou ja, oké, dat is dan nog de oudste. Maar dat is ook weer zo'n gevalletje van, dat is net geleden. Als je bedenkt hoe oud gamen aan zich al is, dan is dat echt nog maar een fractie van een seconde geleden. Nee, ik wil graag snel door. Ik ben erop tegen. Ik hoop dat het eigenlijk niet gebeurt. Nee, je kunt die games prima spelen. Sterker nog, ik heb Arkham Asylum een stuk gespeeld op mijn tablet. Want die is tegenwoordig op online te spelen. Echt? Dat is best wel vet. Dus ik heb gewoon, volgens mij, de hele eerste paar missies heb ik gedaan op mijn tablet. Best wel vet. Awesome. Wow, the future is now. Oh my god. En Batman Arkham Knight, dames en heren. Hij is 2 weken uitgesteld. Het is niet alleen de tijd van de remasters. Het is ook de tijd van de uitstellen. Oh, ongelooflijk, hè? Ja, dus Arkham Knight 2 weekjes naar achter gepusht. Valt mee, vind ik. Van 6 juni naar 23 juni. Dus 23 juni kunnen we aan de gang met de bloederigste, of in ieder geval de bruutste Batman Arkham game tot nu toe. En de eerste begin van de zomer. En de eerste new gen en... Hij krijgt volgens mij voor het eerst een 18-plus rating, toch? Ja, daarom zei ik ook bloederigste. Het is voor het eerst is het 18-plus. Terwijl hij eigenlijk nooit iemand killt. Dat is altijd een beetje Batman's ding. Hij slaat je altijd net bewusteloos. Maar misschien of in een coma. Misschien wordt het bruter met botbreuken en weet ik voor misschien kaakbreuken. Misschien een beetje Mortal Kombat-achtig. Dat je dan zo die x-ray ziet dat je dan iemand zijn schedel verbrijzelt. Maar dat hij dan leeft nog. Ja, precies. Dat hij dan toch nog leeft. Hij leeft wel. Ja. Of dat je gewoon echt zo hart eruit rukt. En Fatality! En dan gewoon terugstoppen. En dan nee. De ambulancebroeders zijn snel genoeg erbij om dat allemaal weer te fixen voor Batman. Precies. Hij killt niemand. Hey, het volgende nieuwtje vinden wij volgens mij allebei echt fantastisch. Ja, laten we even praten over iets wat dood is gegaan voor een generatie, maar wat van ons wel terug mag komen. Precies. Er komt al een nieuwe rockband aan, Rockband 4. Die heb ik dan weer niet zo heel veel gespeeld, die serie. Maar er is waarschijnlijk ook een Guitar Hero onderweg, een nieuwe. Want Harmonix is met Rockband bezig. En Activision zou ook een nieuwe Guitar Hero... aan het maken zijn. Want diverse Duitse media zouden een uitnodiging hebben gekregen van een Activision event. Ja, en daarin stond... Dat is wel op 1 april. Ja, maar het heet Rock the Shack... Er was een ondertitel Rock the Shack with Us. En het is de locatie werd aangeduid als Hamburg Rock City. Dus ja, weet je, dan begin ik toch wel weer mijn twijfels erbij te zetten of zo. Ik weet niet, mijn vraagtekens. Ik zou het vet vinden, maar ik heb eigenlijk meer zin in Rockband. Want ik vond Guitar Hero na een tijdje een beetje... Ze wisten niet meer... Ja, de eerste drie waren echt fantastisch. World Tour was ook nog leuk. Het was vet. Het was Rockband die met het idee kwam om iedereen een rol te geven. En er echt een multiplayer game van te maken. Ja, dat klopt. En sinds dat Rockband kwam, vond ik eigenlijk dat Guitar Hero telkens net iets minder was. Want Rockband had iets... speels, maar wel iets gestroomlijnder allemaal. Ja, maar toch vond ik zeg maar die rondjes die gitaren gebruikt, die vond ik lekkerder. Want je had dan de vierkantjes van... Ja, precies. Dan die rechtlijnige... De Lego blokjes in Lego Rock Band. Toen waren het allemaal Lego blokjes. Ja, precies. Dat vond ik dan wel weer vet. Nee, maar ik vond Rock Band... vond ik ook leuk, maar die had een mindere tracklist. Gitaren was vooral de eerste drie delen. De eerste Rock Band had Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. En wat zat er nog meer allemaal Deep op? Deep Purple, natuurlijk. Ja, Evenflow. Pearl Jam. Dat teamsong van die lounge trailers of zo. Ja, nee. Purple zat daar dan wel in en dat vond ik het toffe aan Rockband. Maar kijk dan Rockband. World Tour. World Tour was dan van Guitar Hero, had het ingestoken van, we doen ook heel veel nummers uit verschillende landen.
Dus daar zat Anouk erin, weet je wel. De Nederlandse Anouk zat erin met Good God. En je had dan een paar Spaanse nummers zoals La Bamba van Los Lobos. La Bamba, super vet. Maar toen vond ik die tracklist eigenlijk wat minder worden of zo. Ja, dat klopt. Want toen, na deel 3 werd het gewoon minder. Ja, dat was jammer. En wat ik helemaal vervelend vond is dat... Kijk, de eerste delen van gitaar heb ik op de PlayStation 2 nog gespeeld. En die gitaren waren bedraad. En dat werkte echt vloeiend. Dat ging gewoon 1-op-1. Ja. Maar die gitaren op de PlayStation 3, die hadden... Ja, die moest je heel goed kalibreren. Heel goed kalibreren. Want en dan nog... Dan had je ook nog eens een keer het ding dat sommige LCD-televisies... Die lopen dan net asynchroon met hun geluid en hun beeld. Dus als je dan bijvoorbeeld met de muziek meespeelde, dan zat je op beeld weer niet goed. Of je speelde op het beeld mee en dan zat je weer juist eigenlijk te klikken buiten de maat. Dus het was... Die draadloze controllers waren gewoon... Nou, ik heb er weinig problemen mee gehad, maar ik heb Xbox ook altijd... waren beter. Ja, maar ik heb ook altijd op een Beamer gespeeld. En die zijn wel iets beter met dat... Die hebben niet zoveel vertraging als bijvoorbeeld een gemiddeld plasbaar scherm of zo. Destijds in ieder geval. Dus ik heb er toen heel weinig last van gehad. Ik lees hier inderdaad Koen, Metallica met One op Expert was niet leuk om te doen. Metallica was wel echt reten. Ik ben nooit verder gekomen dan medium. Ik kwam niet op hard. Die vijfde knop. Echt To the Fire and the Flames. Dat kon ik niet op hard. Maar ik kon de rest wel altijd op hard. En ook One en Rage Against the Machine. Dat die in Guitar Hero 3 zaten. Maar ook echt Tom Morello die op stage kwam met zijn eigen gitaartje. Weet je wel. Fucking vet. Alleen dat was wel vervelend. Op een gegeven moment vond ik medium te makkelijk. Ja, en dan wil je toch hard, die vijfde knop. Ja, maar die vijfde knop is een commitment. Hard werd dan net iets te moeilijk. Omdat die vijfde knop en dan werd het net iets te... Meer hammer-ons, meer pull-ups. Echt, dat vond ik echt super kut. Maar ik heb nu weer zoiets... Kijk, op een gegeven moment word je gewoon een beetje serie-moe. En op een gegeven moment was ik ook wel klaar met gitaar en rockband en Hero, zo. Gewoon het hele Hero-principe. Want je kwam vrij kort daarna Hero. Kwam DJ Hero, Band Hero. Toen kwamen al die spin-offs, weet je wel. Metallica, Aerosmith en rockband had dan Lego rockband. De Beatles rockband, dat soort dingen. Het was op een gegeven moment gewoon, was die markt uitgeput. Maar het zou fijn zijn als die nu weer terugkomt. Ja, en dat was dus het nieuws, jongens. Guitar Hero komt wellicht terug. Rockband komt sowieso terug. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we doorgaan. Ik merk het alweer aan ons. Ja, we zijn weer echt... Erg, hè? Het is net als trippen, heb ik het idee. Je hebt gewoon geen idee hoeveel tijd er voorbij gaat, maar het is wel leuk. Ja. Dragon Age Inquisition is voorzien van DLC Jaws of Hakon. Ja. Dat is heel leuk voor de mensen die met Dragon Age bezig zijn. Ik weet toevallig dat Caron ons in de redactie... Peter op het moment iets minder, maar Caron zit nu echt... Die heeft in de afgelopen 2 weken iets van 50 uur of meer in Dragon Age gestoken. Dus die gaat deze DLC waarschijnlijk helemaal kapot spelen. Absoluut. Misschien doen we daar nog een reviewtje van als mensen daar zin in hebben. Ik denk het wel. Ja, met een grotere DLC-pakket is altijd wel leuk om even te reviewen. Het is natuurlijk singleplayer content en dit is al verschenen. Het is inmiddels al verschenen van de week. En er is een trailer verschenen. That's it. Kun je kijken op gamersnet.nl. Hey, Rainbow Six Siege, kennen we hem nog, want eigenlijk hebben we sinds de E3 weinig gehoord over de game. Heel weinig. Hij krijgt in ieder geval een gesloten beta op PC, PlayStation 4 en Xbox One. En die is dus echt gesloten, maar je kunt jezelf sowieso naar binnen lullen als brugman als je pre-ordert. Als je Rainbow Six Siege pre-ordert, dan zit je sowieso in die gesloten beta, anders moet je maar geluk hebben. En er kwam een nieuwtje gisteren dat die misschien zelfs al in oktober verschijnt, de game. Dat zou heel mooi zijn. Dat is die geruchten gaan, maar... Dan moeten ze dat wel nu bekend gaan maken. Want ik denk dat op de E3, zo'n grote game, op de E3 nog aankondigen dat hij dan in oktober al gaat komen. Dat is een beetje te kort dag of zo, denk ik. Ik denk dat ze... Ja, want de E3 is juni. De E3 juli, augustus, september, ook. Het zou misschien net kunnen, maar Het is een hele grote game. Ja, die heb je liever wat verder voorop. Maar goed, een echte marketingcampagne begint een half jaar van tevoren. Dus het mag wel iets eerder inderdaad. Maar goed, er komt niet echt een hele grote beurs aan waar ze dat kunnen aankondigen. Ja, maar goed, E3 is de eerste. Dus ik zou dan nou een eigen evenement opzetten, Ubisoft. Doe eens iets in Parijs of zo. Heb ik wel zin in om naartoe te gaan, Ubi. Ja, ik ook. Nee, ik heb je dat ook niet? Ik mis een beetje de perstripjes. Ja. Ik heb al een 3/4 jaar of zo geen perstrip meer. Nee, de laatste was Evolve. Dat was in december. Dus ik heb al een 1/4 jaar geen perstrip meer gehad. Ja, wanneer heb jij dan voor de laatste perstrip? Ik ook al heel lang niet. Was dat niet Guerrilla in Amsterdam? Nee, volgens mij heb ik eind vorig jaar nog wel iets gehad. Oh ja, je had die order. Die order was heel klein. Nee, die order was ik niet bij. Oh.
PlayStation TV. Dan kom je gewoon niet op daar. PlayStation TV. Oh ja, maar het is ook in november of zo geweest. Ja, zoiets. Maar goed, ja, er zijn gewoon weinig games echt verschenen dit jaar. En er zijn heel weinig persstrips. Of we worden gewoon buiten gesloten. Ja, dat kan. Jongens, zijn jullie ons buiten aan het sluiten? Als EA en Ubi en Microsoft nou kijken? Zij luisteren nu natuurlijk ook. Ja, al uitgevers luisteren. Serieus, Miranda, what's up? Waarom zitten we niet in Los Angeles nou? Huh? Nee. Ja, voor die Call of Duty. We zaten wel in bij Call of Duty Championships in Keulen. In Keulen. Maar dan in LA. Maar nu in LA. Ja, wat is dit nou? Nee. Gewoon guilt-trippen, hè. Guilt-trippen. En wij doen dat allemaal voor jullie. Echt, hè? En wij hebben keivroeg die review klaarstaan. En dan we zijn morgen op dus Comic-Con. We doen alles voor jullie. Met jullie. Nee, dat ga ik niet zeggen. Anyway, hey jongens, Rollercoaster Tycoon World. We hebben natuurlijk laatst Scream Ride gehad. En dat was een beetje een achtbaansimulator zoals we hem wel een keer wilden zien. Die was echt onverwachts verschenen. Daar hebben ze heel weinig marketing voor gedaan. Heel weinig marketing inderdaad. Behalve mijn streams. Maar er waren dan natuurlijk ook duizenden kijkers. Ja, absoluut. Ja, potentiële kijkers. Ja, potentiële. Er waren duizenden potentiële kijkers. En ik scoorde daarvan 11,5. Nice. Dus. Nee, maar Rollercoaster Tycoon World, jongens. Ik weet niet of jullie de trailer hebben gezien. Maar die werd een beetje. Die werd afgebrand. Want de community zei: die trailer is te lelijk. En ik ben hem ook gaan kijken. En ik dacht: dat zijn echt letterlijk de graphics van Rollercoaster Tycoon 3. Ja. En het is misschien nog 8 jaar iets later beter. Of zo. Het vervelende was een beetje: de trailer begon fantastisch. Die begon bijna realistisch. Ja. Zo ontzettend mooi. Je gaat een tunnel door en je komt echt in winterwonderland uit 1950, weet ik veel wat. Ja, het was verschrikkelijk. Ja. Toch heb ik wel zin in weer zo'n game. Alleen, nee, inderdaad, nee, ik heb heel weinig vertrouwen in Rollercoaster Tycoon World. Vergeet dat maar lekker. Het is ook niet gemaakt door Frontier. En dat is de maker van de originele. Bestaat Frontier überhaupt nog wel? Ja, die hebben Scream Ride gemaakt. Oh. Ja, maar dat was ook geen topper van formaat. Het was geen. Ik heb het in mijn review gezegd. Scream Ride is voor de mensen die in Rollercoaster Tycoon altijd achtbanen gingen bouwen. Waar dan de personen dood gingen, gelanceerd werden. Ja, waarin gruwelijke dingen gebeurden. En juist voor die doelgroep die daar heel veel plezier in had, die kunnen nou helemaal los in Scream Ride. En in dat aspect is Scream Ride echt heel goed. Maar het is niet de nieuwe rollercoaster. Nee. Ze hebben zich alleen gefocust op die achtbanen, het bereiden ervan en het kapotmaken van dingen. En op zich vind ik dat leuk. Dus ik vond het wel, ik weet niet wat ik het heb gegeven, 8,5 volgens mij. Scream Ride is leuk, vooral voor de prijs die het is, €40 of zo. Maar Rollercoaster Tycoon World, ik denk niet dat ergens dichtbij komt. Maar goed, ja. We moeten even naar het nieuwtje. De cartooneske lage kwaliteit graphics waar veel gamers niet blij mee was. De verkeerde keel had geschoten. En de ontwikkelaar zegt dat ze de graphics wel flink gaan verbeteren. Maar ik ben benieuwd. Ze werken op Unity, dus dat is sowieso waar heel veel kleinere bedrijven ook mee werken. Ze gaan van Unity 4.6 engine naar de Unity 5 engine. Wat meestal niet heel veel goeds in petto heeft, overstappen van engine. Maar ja, oké, okay, laten we hopen waarschijnlijk, dat het mooi waarschijnlijk wordt. Hebben ze dan meer werk aan, maar ja, het zal wel, we zien het. Ik merk dat we echt wel wat heel erg uit aan het lopen zijn. We hebben eigenlijk nog 5 minuten. Zullen we gewoon een extra lange Gamers Radio van maken? Yo, zullen we best. Gewoon even een beetje doorgaan? Ja, joh. Want heel vaak vragen mensen wel van, kunnen jullie langer doorgaan dan een uurtje? En meestal zeggen we dan nee, omdat het heel krap is met Friday Night Live ook en zo. Maar ik denk dat in dit geval valt dat mee, want wij doen Friday Night Live niet. Dus. Ja, als Peter het toch wil, misschien blijf ik dan ook. Maar ja, als ik morgen extreem vroeg naar bed moet, dan... Dat is wel het ding. We moeten morgen natuurlijk weer op tijd in de jaarbeurs staan. Wel een beetje fit zijn. Hey, de Half-Life 2 update komt naar Steam. En dat was natuurlijk groot nieuws. Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen met hoe groot dat nieuws was. Het is, ik heb het niet eens voorbij zien komen. Ja, sorry. Het is een update. En die voegt wat verbeteringen toe aan Half-Life 2. En, een game van 11 jaar oud. Ja. Maar er zitten dus ook allemaal commentaren in die opgenomen zijn en zo door de community. En heel veel andere kleine leuke dingetjes zitten erin. En ja, hij komt nou naar Steam, die update. Het was iets wat eerst vanuit een community kan. En nu pakt Valve het zeg maar ook zelf op als de goedgekeurde update. Dus ja, als je Half-Life 2 nog een keer wil spelen of je hebt hem nog niet gespeeld, dan is het misschien leuk om het nou te doen met allerlei commentaar van vroeger en van hoe het nu is en zo. Lijkt me best wel leuk. Ja.
Hey, dit is weer eentje voor jou, want Sony voegt namelijk Verified, zoals ook op Twitter en op YouTube en op Facebook en alles, accounts toe op PlayStation Network. Van de week zijn er firmware updates voor de PlayStation 3 of PlayStation 4 en PlayStation Vita verschenen, 2.5 en 3.5. En er zijn heel veel veranderingen. Het menu is een klein beetje aangepast. Er zijn heel veel nieuwe features. Je kunt je PlayStation 4 momenteel in ruststand zetten zonder een game af te sluiten. Dus je kan gewoon je PlayStation op ruststand zetten en dan later gewoon weer verder gaan. No way, dat kon de Xbox dus ook al. Is dat zo? Ja. Ja, maar goed. We weten inmiddels dat de nieuwe consoles iets te vroeg zijn verschenen en dat er heel veel features nog niet in zaten. Maar goed. Sony voegt inderdaad verified accounts toe. Dat betekent eigenlijk dat belangrijke mensen uit de game industry, producers, ontwikkelaars, Daniel dus wordt developer, developers, zoals ik ook misschien, hopelijk. Dat zou ik zo vet vinden als jij een verified account krijgt. Dat zou wel vet zijn. Uber PlayStation fanboy en dan zo'n vinkje zo. Nee, gewoon echt alleen een vinkje. Want dat is ook altijd met mensen die je op Twitter ziet. Dan zie je van, hier staat een vinkje bij. Maar ik ken hem helemaal niet, maar schijnbaar is hij verified ofzo. Ja, dat zijn dan mensen die echt in een andere tak heel groot zijn. Precies. Ja, precies. Die zijn ergens in Schuttekutteveen zijn ze bekend. Verified account. Ja, precies. Meteen. Maar ook een PlayStation Network, hè. Schuttekutteveen gamer pro. Haar om mijn bal. Heb jij ook al een verified account op Pornhub of niet? Achievement. Oh. Ja, heerlijk. Fantastisch. Ik vind het wel fijn. Want dat is af en toe, je krijgt natuurlijk op alle media krijg je natuurlijk altijd neppe accounts. Heel veel. Ja, dus klopt. Ik heb ook al talloze mensen die claimen Tom Kouwenberg te zijn op Twitter. Ja. Heel irritant, want zo kunnen mijn fans mij dus niet vinden. Bijvoorbeeld Tom Gudde met echt een perfecte foto dat hij bij jou lijkt. Ja, precies. En allemaal mensen, allemaal bots die dan beweren mij te zijn en zo. Precies. En allemaal Xbox'en de hemel in de prijzen zijn. Heel irritant, want ik wil gewoon zelf Xbox'en de hemel in prijzen. Jongens, als jullie me willen volgen op Twitter, dan is het... Nee, maar dat is wel grappig, want nu kun je inderdaad zien wat een verified account is. Sony bepaalt het van, jij bent een producer, jij krijgt een verified account, je krijgt een vinkje. En dat kun je vanaf nu wel weer zien. Maar er was ook al iemand op de site en die zei, maar dit gaat natuurlijk wel extra veel trolling en spamming veroorzaken. Want op het moment dat iemand die PlayStation geen warm hart toedraagt, ziet dat er ergens een grote pief van PlayStation online is en dan ziet verified, dus dit is een of andere baas van PlayStation, geheid gaat hij natuurlijk allerlei doodsbedreigingen zijn kant op sturen en zo. Of weet ik veel, maar volgens mij kan het alleen als je met diegene bevriend bent. Maar is het niet zo dat je, want dat is nou nieuw aan Xbox sinds de 360, is dat je niet meer zeg maar elkaar hoeft te accepteren, maar dat je gewoon, ik kan jou toevoegen als vriend zonder dat jij er iets aan hoeft te doen en jij kan mij weer toevoegen als vriend zonder dat je permissie daarvoor nodig hebt. Maar ik weet niet hoe dat op PlayStation is. Moet je dan echt aan iemand vragen, wil je mij accepteren? Of hoe zit het? Bij PlayStation krijg je gewoon een vriendschapsverzoek van wil je diegene toevoegen. En ik vind dat wel ergens fijn. Want, maar denk je niet dat PlayStation dan hetzelfde gaat doen als Xbox met dat volgen? Want dat is nou het ding geworden. Je kunt zeg maar mensen volgen zonder je vriend te worden. Ja. Want dan klik je gewoon aan, ik wil hem volgen. Dat zou kunnen. Maar goed, misschien is het bij verified accounts dat je wel mensen gewoon toevoegt en zo. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de party chat. Je kunt gewoon een open party chat maken. Ja. En als ik aan het streamen ben, dan komen er echt een stream zitten door elkaar te lullen. Ja. Maar eigenlijk moet je dan gewoon een gesloten party chat hebben. Die kun je gewoon aanmaken. En dan kun je dat kan gewoon zelf. Nee, maar dan kun je gewoon zelf mensen uitnodigen. Ja. Dat is wel veel invite fijner. Only. Ja, precies. En dat is misschien bij verified accounts ook wel. Zou wel fijner zijn. Ja. We hadden nog het nieuwtje van dat Rainbow Six Siege wellicht in oktober kwam. Dat hebben we eigenlijk al een beetje behandeld. Ja, want de Italiaanse keten van GameStop die heeft, Rainbow Six Siege op 16 oktober gezet. En Ubisoft, of het bericht is verwijderd naar to be determined, ofwel nog te bepalen datum. Ja. En ik ben benieuwd wanneer het uit gaat komen. Ik denk dat het oktober zou een beetje te kort zijn. Zullen we nog even de lijnen opengooien? Ik weet niet of er mensen zijn die zoiets hebben van, zou wel even leuk lekker zijn. In. Heb je een mening over Bloodborne? Wil je meelullen over Life is Strange? Wil je inhaken op het nieuws van deze week? Wat denk je van Kojima? Het zou wel vet zijn, want Beers Riding Tanks ofwel Harumabal, die is nog op de chat. Dus het zou echt fantastisch zijn als hij in kan bellen. Want ik las het straks al. Hij zit inmiddels op 25 uur in Bloodborne en level 60. En hij vindt het een fantastische game. Dus ik hoop
dat hij wil bellen. Danny, wil je bellen? Danny, wil je inbellen? Laat het ons even weten. Wij praten lekker vol. En in de tussentijd gooi ik gewoon even Skype aan. En laat ik even het nummer in beeld verschijnen. Dus dan kijken we wel of er nog iemand belt. Ja. En anders gaan we langzaamaan afsluiten. En dan zijn we niet eens zo heel erg over de tijd gelopen. Want het is nou 1:05. Ja, precies. Dus we zijn niet eens zo... We hebben het toch weer dichtgeluld. Ja, 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 ja. Goed, hè? En Johnny zegt ook van... Het stip 5 uur lekker lullen over de Dutch Comic Con. Nou, als je wil bellen, heel graag. Dat zou tof zijn. Van wat verwacht je van de Dutch Comic Con? Ja, want daar is ook heel veel commotie over geweest. Als jij zegt van, nou ja, ik heb toch net iets minder zin om dat, dan zou het allemaal kunnen. Oh, ik heb gewoon al een beller binnen. Echt? Ja, Jascha belt. Jascha, kom er maar in. Hallo. Hallo. Hoe is het ermee, Jascha? Goed. Lekker, lekker. Hé, waarvoor bel je? Je wou even inhaken op het nieuws? Ja. Vertel. Waar wil je het over hebben? Ja, ook over dat... Weet je dat? Van... Van... Kojima, de Verified Accounts, Bloodborne... Ja. Oh, de Verified Accounts, ja? Jij hebt er eentje. Nee, dat niet. Ah, jammer. Nee, maar wat denk je ervan? Aan de ene kant, ja, aan de andere kant ook weer niet. Ja en ook weer niet. Maar waarom ja en waarom ook weer niet? Dat weet ik niet. Ja, hé. Hey. Maar hoe moeten we dan een discussie op gang krijgen, Jascha? Ik denk dat we geen discussie op gang gaan krijgen. Nee, volgens mij ook niet. Nee, ik vond het gewoon gezellig om te bellen. Nou, oké. Okay, oh. Nou ja, dan doen we even een shout-out aan Jascha. Hij was er ook op de Vriendendag. Ja. Gezellig. Ik zou zeggen, ja, als je... Heb je verder nog iets, een leuke melding, een mededeling? Wil je iemand shout-outen? Doe het dan nou. En dan... dit is je 15 minutes of fame. Nou, oké, okay, iets korter. Maar... nou, wat ik ook op jullie site las van het laatste de game van een lunchtip. Oh, dat we een Xbox One kapot hebben gebrand. Ja. Dat waren wij niet, hè? Nee, dat heb ik ook al gezien. Maar daar was je het niet mee eens? Jawel. Oh, wel. Oh, je bent een PlayStation fanboy. Kijk, ja, dat het? Want in die lunchtip werd er dus een Xbox One verbrand. Vond je dat zeg maar fijn of niet fijn om te zien? Ja. Oké, okay, Daniel, deze mag in jouw fanmail. Precies. Nee, ja, weet je, Jascha, als jij het fijn vindt om een Xbox One af te zien branden, dan denk ik dat dit gesprek voorbij is. Doei, Jascha. Nee, leuk dat je even hebt gebeld, man. Ben je morgen trouwens op de Comic-Con? Nee, dat niet. Oh, nou, dat okay. niet. Nou, misschien op een andere beurs waar we dan een keer staan met hetgeen wat ik niet verklap. Ja, jij weet waarmee we op de beurzen staan, maar vertel het vooral niet. Houd stil. Nee, dat doe ik niet. Oké. Ik lag al in het deuk toen je het verklapte. Dat was echt een foutje van mij. Het vloepte er zo uit. Hé, hey, Jascha, leuk dat je even gebeld hebt, man. Cheers. Fijn weekend. Ik heb een vraagje. Oh ja, kom maar op. Van, hoe heet dat nummer in het begin van niet de intro, maar wat na de intro komt van de radio? Dat is een achtergronddeuntje van Pokémon X en... Oh, nee. Het is... Volgens mij is het van Super Mario Galaxy. Dat is wel echt iets heel anders. Nee, ja, het is of van Pokémon X en Y. Ik weet het even niet meer, want het staat ook niet in ons systeem. Of het is van Super Mario Galaxy. En van Pokémon X en Y is het volgens mij de middelste stad. De grootste stad. Hoe die heet. Daar de theme music van. En van Super Mario Galaxy is het volgens mij de hub-wereld. Daar de theme music van. Dus het is één van die twee. Moet je even kijken. Ik weet het ook niet. Sorry, man. Ja, oké. Nee, dat is goed. Maar in ieder geval leuk dat je gebeld hebt. En als je niet kan vinden, dan zoeken wij het nog wel even op als je even een mailtje stuurt. Ja, dat is prima. Oké. Hey, fijn weekend nog. Cheers. Hetzelfde. Fijn weekend. Hoi. Hoi. Ik vind het toch wel leuk dat mensen gewoon in kunnen bellen. Ja, want ik zie nu dus ook dat Harmebal zegt van ik ga even Skype opstarten. Dus, ja, maar je kunt dus ook gewoon, bellen met je smartphone of je vaste lijn of je Nokia 8310 als je die hebt. 085-002-0309. 085-002-0309. Ik moet een fijnere manier bedenken om dat op te noemen, maar ja. Ik zie dat er weer iemand belt en het is een mobiel nummer. Dus ik zeg, onbekende mobiele beller, kom er maar in. Het is Danny. Het is Danny! Hey, het is Danny! Het is Harmebal! Hey, Danny! De enige echte. Ja. Welkom, man. De enige echte, ja. Dus Daniel, je hebt Bloodborne opgegeven. Ik heb Bloodborne inderdaad opgegeven. Ik dacht dat de game iets vergevingsgezinder was, maar je hebt het meegemaakt in de stream. Ik kwam niet heel veel verder. Ja, ik heb het bij een paar andere mensen gehad. Het is qua moeilijkheidsgraad is het op niveau.
Maar waar veel mensen de problemen gaan krijgen, is zoals bij Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Er wordt niet heel veel uitgelegd. Want ik heb bijvoorbeeld gisteren iemand gehad, die was hard aan het ragen. Want die wist dus niet dat als je in het begin doodgaat en je komt in een droomwereld, dat op die trap wapens liggen. Ja, dat wist hij gewoon niet. Dus hij is gewoon echt een uur lang met zijn vuisten vijanden in elkaar proberen te rammen. Ja, maar dat heb ik dus ook geprobeerd. Ik had op een gegeven moment één wapen, had ik zo'n gun gepakt. Ik denk, oh mooi, nou. Maar die deed vervolgens bijna niks bij die vijanden. Dus ik heb daar ook een half uur lopen klooien volgens mij. Totdat iemand zei, volgens mij was dat Goat, die zei van ga terug, er moet ergens nog een wapen liggen. Nou. Maar, dat voor veel mensen de reden niet zozeer dat het spel moeilijk is, want het spel is moeilijk. Maar ook dat het gewoon soms onduidelijk is. En als je dan nog nooit een Souls game gespeeld hebt, dan ben je gewend dat die dingen toch wat meer aandacht, wat meer hints zijn van waar je naartoe moet. Maar wacht, jongens, heeft Bloodborne niet datgene wat Demon's Souls en Dark Souls ook had? Dat als andere spelers doodgaan in de wereld, dat ze dan hints achter kunnen laten voor andere mensen? Ja. Dan de laatste paar seconden van hun leven, komt dan als een bloedpoeltje op de grond en dan kun je zien hoe ze zijn doodgegaan. Maar kunnen ze dan ook nog een bericht achterlaten? Want dat was juist ze kunnen ook berichten achterlaten. Ja, bijvoorbeeld berichten achterlaten zoals... Er ligt een wapen op de trap. Zo van, hier ligt treasure onder en dan val je naar beneden en ga je dood. Ja, nee, maar dat is juist een beetje wat, zeg maar, jij zegt, er wordt niet heel veel uitgelegd. Maar dat is natuurlijk juist aan de community om elkaar, die tutorial te leveren. Ja, dus ik weet niet, ik vind dat ook wel weer slim. Maar dat wil wel zeggen dat jullie, dus Daniel en Danny, jij, dat jullie als eerste zonder hulp nog doorheen moeten komen. Omdat er nog niet zoveel mensen zijn doodgegaan natuurlijk. Nou ja, inmiddels waarschijnlijk wel. Ja, inmiddels wel. Want ik moest hem eerst updaten, maar dat duurde veel te lang met mijn slome kut internet. Dus ik heb het eerst zonder die citaten gedaan. En later, toen de stream eruit viel, toen heb ik hem geüpdate. En toen kreeg ik inderdaad... Oh, toen kreeg je wel allemaal tips. Toen kon ik online en toen kreeg ik al die citaten. En dan krijg je van, let op, daar is een vijand. Let op, daar zijn... Dus er is geen tutorial nodig. Het is aan de community om elkaar de game te leren. En dat vind ik wel leuk. Dat is weer iets wat je niet zo heel vaak ziet. Ja, alleen in de Demon and Dark Souls serie dan. En Bloodborne. Leuk. Ja. Maar ja, Danny, denk je dat je hem helemaal uit gaat spelen? Ik ga hem sowieso uitspelen. Het is alleen, ik ben een klein beetje van de main storyline afgegaan, want je hebt dus nu die random dungeons die je kunt maken, de challenge dungeons. Oh god, die ga je natuurlijk ook uithollen. Ik ben die gewoon nu de hele tijd aan het doen. Ik zit dan nu al iets van 6 uur non-stop gewoon dungeons te knallen. Oh shit. Oh, wat nice. Vet. Dus, maar, dus je geniet wel. Ik ben er erg van aan het genieten. Ja, maar mooi, Danny, als je hem eenmaal uitspeelt, als je zeg maar echt de credits ziet rollen, wil je ons dan even laten weten dat je hem hebt uitgespeeld en ons ook even laten weten hoe vaak je bent doodgegaan? Dat vinden we dan wel weer een leuke ding om te weten. Ik weet niet hoe vaak ik ben doodgegaan. Maar staat dat niet ergens in de statistiek? Ik neem toch aan dat je ergens in de options iets kunt vinden? Ja, Dark Souls 2 had zo'n mooi steentje die je dat liet zien. Ja, maar ik weet niet of Bloodborne iets soortgelijks heeft. Ik neem aan dat je wel ergens moet kunnen vinden hoe vaak je bent doodgegaan. Want dat is natuurlijk wel het ding van die game. Ja, dat was alleen een paar deaths kan ik me niet herinneren. En ik heb woensdag toen was je dronken. Een challenge gedaan. Wat heb je gedaan? Na de eerste fles whisky was het wat lastig om nog te herinneren wat ik gedaan had. Maar ik vind dat wij ook een keer zo moeten gaan streamen. Weet je dat telkens je doodgaat dat we allemaal een shotje moeten nemen of zo? Of weet ik veel. Ja, dan zijn we binnen 5 minuten dronken, ja. Ja, nee, maar ja, serieus, ik ga dat binnenkort een keer doen met Ori. Met Ori ga ik proberen vanaf het begin tot het eind en elke keer als ik doodga iets wegtikken of zo. Dat zou wel goed. Ik vind het een goed idee, Danny. Ik stil je idee als je het niet erg vindt, hè? Ja, dat mag. Oké, prima. Sowieso gaan we hier op vrijdag Bloodborne een keer streamen, want Hielke had een hele grote back op de stream, dus ik wil hem Hielke heeft altijd een grote back op elke stream die niet op PC is. Nee, precies. Hij probeert altijd een soort coup te vormen, een soort coup d'état om de stream over te nemen en iedereen PC Master Race te laten roepen. Precies. Hij is een soort console Satan of zo inmiddels. Maar we houden van hem. Dat sowieso. Hey, Danny, leuk dat je even gebeld hebt. Heb je nog een shout-out? Nee, oké. Okay. Dat vind ik altijd fijn aan Limburgers. lekker chauvinistisch af en toe. Nee, hoeft niet. Hey Danny, fijn weekend nog. Zien we jou op Dutch Comic Con? Nee, oké. Okay. Nee. Nou ja, dan zien we je waarschijnlijk wel een andere keer weer op een vriendendag of op een beurs. Anyway, fijn weekend. Zeker. Goed, toedels. Hey, cheers man. Houdoe hè. Hoi.
Wat zeggen ze in Roermond eigenlijk? Of wat zeggen ze in Limburg? Hoja. 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 Ik heb een tijdje met een Limburgs meisje veel opgetrokken en toen deed ik dat ook heel veel met hoja. Ja. Hoja. Ja. Hey, hebben we nog bellers? Ik heb geen idee. Ik wil best nog één beller doen als iemand nog inbelt nou. En anders dan gaan we er langzaam maar zeker een einde aan brouwen. Ons klaarmaken voor... Hebben we de stream. We hebben hier geen kabel voor de Mac. Hij is bijna leeg. Oh, ik heb een kabel voor de Mac. Onder het bureau. Wacht even. Duik er even onder. Oh ja, Tom, duik eronder. Ja, heerlijk, hè. Ja, oh, ja. Ik lever hem ook onderaan. Hier. Ik zit nou met mijn hand. Ja. 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 Oh ja. Oké, praktisch. Leuk. Het is toch een lekkere awkward erotische stream. Oh, hij zit erin. Jascha, die stuurt nou op Skype nog een laatste message. Oh ja, en shout-out naar haar op mijn bal. Hey, Koen belt, dus ik gooi Koen er nog even in en daarna gaan we langzaamaan afsluiten. Koen, kom er maar in! Hoi! Hoi! Welkom. Ik heb jou een mailtje gestuurd, maar ik dacht van als je toch een bellen zoekt, dan vraag ik hem zo wel even. Oh, oké, wacht. Moet ik je mailtje er nog even bij zoeken? Of, Oh nee joh, ik weet hem zo uit mijn kop. Oké. Ja, doe je ding. Kom maar op. Voor de PlayStation 3 hebben ze toen Kingdom Hearts 1.5 remix hebben ze gemaakt. En 2.5. Klopt. Nu komt Kingdom Hearts 3, die komt naar de Xbox One ook. Waarom hebben ze die HD remix niet naar de Xbox 360 toen de tijd gebracht? Want Sony heeft wel de aandelen in Square Enix verkocht. Dus maar, in principe die rechten liggen niet meer bij hun. Maar Kingdom Hearts was wel heel lang een soort PlayStation ding. Ja, precies. Ik denk dat het daarom... Er is geen doelgroep om een derde game nog op een Xbox uit te brengen als die eerste twee er ook niet zijn. Dat is een beetje net zoals dat Mass Effect was eerst alleen maar... Wacht, welke is naar de... Ja, ze komen nu naar de Xbox One, dan kan ik het me weer voorstellen, want dat is weer een nieuwe markt. Maar het is een beetje raar om pas bij het laatste deel nog in te haken op een andere console, die eigenlijk niet zeg maar je thuisconsole is van die bepaalde franchise. Kijk maar naar Mass Effect. Dat eerste deel en dat tweede deel zijn dus ook alleen maar eerst op Xbox verschenen. Alleen het eerste deel. Alleen het eerste deel. Ja. En toen uiteindelijk met dat tweede deel hebben ze gezegd van oké, dan komt die eerste ook nog naar de PlayStation 3, want dan heb je de hele serie uiteindelijk nog op de PlayStation 3. Precies. Ik zou het heel raar vinden als, stel je pakt dat derde deel op de Xbox 360, en dan heb je zoiets, dan speel je dat. Dan heb je zoiets, maar ik wil... Ja, maar stel het is wel voor de 360 gekomen. Dan mis je weer bepaalde delen of zo. Dan heb je weer zoiets van, oké, ik heb dat derde deel gespeeld. Maar nou is dat eerste en tweede, die moet ik dan weer spelen op PlayStation. Ja, dat vind ik juist ook krom. Want die eerste twee HD remixes hebben ze wel naar de PlayStation gebracht. Maar niet naar de Xbox. Maar toen waren er volgens mij de rechten ook heel anders. Ja, ik denk dat ze nog die rechten toen voor die delen hebben ze waarschijnlijk nog alleen voor PlayStation. Ja. Want die serie is ook geboren op PlayStation. Ja, en die is dus pas later overgestapt. Maar het is een beetje scheef gegaan dan waarschijnlijk. Maar goed, het zou misschien in het vervolg wel kunnen dat ze op de Xbox One... Dat is wel iets heel juridisch moeilijk. Zit je weer allemaal met patenten en van nee, we hebben expliciet met dat deel gezegd dat het alleen maar Sony en dan krijg je weer remasters. Oh god. Ja, maar deze mag. Dit mag. Koen is wel voor meerdere remasters. Maar jij wou volgens mij bijvoorbeeld Modern Warfare 2 wou je dan weer absoluut niet geremasterd hebben. Dat sowieso niet, nee. Nee. Tekort ook. Dat heeft geschiedenis geschreven. Laat maar. Ja, ik vind het... Ja, kijk, maar de 420 Blazed zei dan bijvoorbeeld op de chat van ik vind het onspeelbaar nou. Ja, op zich. Ik vind het nog goed te doen. Ik heb laatst nog een keer met mijn vriendin Modern Warfare 2 gespeeld. Het is nog prima te doen op de 360, hoor. Het is echt niet alsof je daar een remaster voor nodig hebt nog te spelen. Denk het ook niet. Nee, het loopt gewoon helemaal soepeltjes, vind ik. Maar ja, dat is weer mijn... Dat is een smaakding. Mooi. Hey Koen, heb je nog een shout-out? Anders gaan wij langzaamaan de show een beetje afsluiten. Zijn we een ruim kwartiertje uitgelopen. Maar heb je nog iets te roepen? Doe het dan nu. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Kijk, dat is wat we moeten horen. Yo, we zien je morgen. Cheers, man. Comic-Con. Joey. Hoi. Toch leuk. Toch nog een beller gehad die wel ons morgen ook tegenkomt. Ja, absoluut. Ik vind dat... ik denk dat het daar... Dat echt ontzettend leuk is. Gewoon in ieder geval even een paar bekenden. En dat we daar buiten met heel veel onbekenden gaan praten. Ja, dat lijkt me. Ik ben vooral benieuwd naar hoe het is om op een beurs te staan en zeg maar ons proberen naar buiten te dragen. Kijken of ze ook happen op de prijzen die we weggeven. Kijken of gewoon een. Weet je, krijg je een babbel of krijg je echt alleen maar mensen die je flyer aannemen en weglopen? Ja, dat is voor ons ook allemaal nieuw. Nee, ja, daarom. En ik ben inderdaad ook benieuwd hoe groot dat wordt met van ga met ons ding op de foto en win een game. En dat zou wel vet zijn als dat massaal getweet wordt en op Facebook gegooid wordt. Dat zou voor ons.
Die kunnen natuurlijk ook flink op reageren en zo. Ja, en dat is leuk. Als er nog een leuk tekstje bij zit, dan kun je dat altijd nog zelf retweeten en zo. Ja. En dat zijn echt hele toffe dingen waar ik heel benieuwd naar ben. Het is of nieuwe interactiviteit. Precies. Ik ben gewoon benieuwd of daar een soort van nieuwe community staat te wachten van... Hey, kijk, we hebben wel wat te bieden. Wat we hebben is wel heel speciaal. Ja. En dat is gewoon... Ja, dat is niet een mening. Wat we hebben is gewoon speciaal. Dat is waarschijnlijk de enige in de wereld, neem ik aan. Of ja, in ieder geval een van de weinigen. Het moet heel tof zijn om te zien, om ermee op de foto te gaan. Het feit dat wij eromheen staan. Je kunt games spelen, je kunt dingen winnen. Ja, precies. Ik denk dat het best wel eens een keer een ding zou kunnen worden. Het lijkt mij in ieder geval heel tof. Ja, goed, inderdaad. Het moet een beetje groeien. Maar ik denk dat het voor ons sowieso al heel tof is. Omdat het is voor ons de eerste keer. Kijk, normaal staan wij natuurlijk deels aan de andere kant. Wij zijn natuurlijk normaal de pers die... De beurs aan het beleven precies, is. Dat is het ding natuurlijk, ja. En de bezoekers is daar weer een die heeft weer een andere stap, zeg maar. Ja, ja. Terwijl wij nu echt zelf de exhibitor zijn. Precies. Krijgen we ook exhibitor pasjes? Want dat vind ik altijd wel tof. Wel. Met Gamescom zie je het ook altijd, weet je. Je hebt gewoon mensen die hebben een bandje van ik mag naar binnen. En dan wij hebben van die mooie perspasjes. Maar dan heb je ook zo'n exhibitor pasje. En dan weet je van, die is dus echt van, weet je wel, een Ubisoft speciaal. Of zo. Ja, precies, dan denk je van... Kijk, al die Duitsers willen ons neersteken voor het perspasje. Ja, maar wij willen ook al die exhibitors weer neersteken voor hun pasje. Dus, maar nu worden we het, dus ik ben benieuwd. Ja. Echt heel leuk, man. Ik heb er zin in. En Gamersnet wordt echt met de dag tastbaarder. Dat is eigenlijk waar ik een beetje mee af wil sluiten. Want het is echt... Auw, je hebt echt een stevige handdruk. Ja, maar je pakt ze ook echt zo. Ja. Gewoon een goede... Ja. Kijk, maar daar kun je een beetje in knappen. Ja. Nee, maar we worden dus echt met de dag echt gewoon tastbaar. Ja, want je hebt al gezien in die video ondertussen op Games HQ, die banieren, het feit dat we nou een of andere aanhanger hebben met een lier, het feit dat we flyers hebben, dat we een tijdje terug die chocolaatjes hadden. Het is echt zoiets van, Gamersnet was eerst echt een soort onbegrijpbaar website idee en nu is het steeds meer dat we echt zijn of zo. Ja, maar dat merk je sowieso met de vriendendag. Ja, dan is het ook de heel tastbaar. Mensen die op vriendendag zijn, dat is ook al. De allereerste keer was inderdaad een beetje ongemakkelijk. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar tegenwoordig komt Danny binnen en broek uit en precies. Het is gewoon allemaal broek uit, gewoon... bier en, gaan. En dat is gewoon het mooie van ons dat wij staan er gewoon heel open voor. Wij zijn net zo goed gamers als jullie en het enige wat wij misschien extra doen is het nieuws vergaren en een review te schrijven. Maar verder, ik sta ook gewoon heel open voor die beurs morgen en voor de komende beurzen. En cosplayers, come at me bro. Come at me cosplayers. Sowieso. Ja. Cosplayers. In die trailer ook die... Oh, die likte aan het oor van die... Oh god, hoe heet ze nou ook alweer? Sarah? Nee. Nee. Ik heb haar getweet. Ik had toen getweet Anna, denk ik. Volgens mij heette ze Anna. Ja, dat zou wel... Zoiets. Ja, of Sarah toch wel. Ik weet het niet meer. Maar dat was een hele leuke... Helemaal het laatste shot van de trailer. Of het ene laatste shot van de Gamers naar trailer is dat ik met zo'n cosplayer bij de Shadow of Mordor exhibit zo'n sta. Zo'n blauwe hand op je gezicht. Ja, met zo'n blauwe afdruk die er overal overheen zit. Zijn epische dingen. Ja, leuke meid was dat. Hele leuke absoluut. Meid. Ja. Echt gaaf. Jongens, ik denk dat wij langzaam maar zeker af gaan sluiten. Ja. Volg ons vooral op alle media waar je ons op kunt vinden. Serieus, we zitten op meer dan je denkt. We zitten daadwerkelijk op Tumblr en Vine. Doen we helemaal niks mee, maar we zitten erop. Maar je kunt ons vinden op Facebook, Twitter. Ja, echt. YouTube, Twitch, volg ons hebben vooral. Hebben we überhaupt een Instagram? Daar moeten we zo. Nee, en Instagram vinden. Zitten we de laatste tijd wel aan te denken. Ja. Omdat je er komt gewoon hier heel kleine snel... persoonlijke dingen. Nee, maar ook bijvoorbeeld, we kregen die donuts binnen van Battlefield Hardline. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes die heel gemakkelijk op Instagram kunnen, maar die je dan weer niet op Twitter zet. Nee, of in ieder geval niet op het officiële Gamersnet-account. Nee. Ik had ze wel op mijn eigen Twitter gezet, maar whatever. Nou goed, het kan, maar ja, Instagram is dan jongens, een fotootje. Moeten we Instagram doen? Laat het even weten. Misschien is het heel leuk. Maar tot die tijd kun je ons in ieder geval volgen op Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Gamersnet.nl, uiteraard. Alles. En je kunt ons live, daadwerkelijk, face-to-face volgen morgen en overmorgen op Dutch Comic Con. Oh, we hebben al gelijk een reactie. Meneer Johnny zegt, ga je schamen geen Instagram van Gamersnet? Ja, Just GNTings. Hashtag Just GNTings. Het is echt, hè? Dat we daar, we springen altijd veel te laat in op dingen, behalve Twitch. Daar sprongen we nog net op tijd op de bandwagon binnen. Inderdaad. En dat levert ons op dat we hier nu zitten met jullie. Super. Yes! Maar we gaan er wel een einde aan brouwen. Hey, Daniel, leuk dat je er was. Ja, thanks man. We zullen straks nog wel zien wie er straks live is met Friday Night Live. Dus vergeet niet tussen 7 en 9. Zelfde kanaal, zelfde mensen. Misschien andere game, andere gebeurtenis, andere livestream. Friday Night Live, 7 en 9. Ik moet voor morgen nog een... cosplay hebben, ja. Nee, stel dat er van die kleine YouTubers, kleine jochies aankomen van ik wil je handtekenen. En er moet een tekst... Ik zat
ik zat te denken aan iets van Rock de Baard of zo. Rock de Baard. Rock de Baard. Rock the House, Rock de Baard. Rock de Baard. Het klinkt, ja, het klinkt toch wel semi-erotisch of zo. Ik weet het niet. Ruk de Baard. Ruk de Baard. Ja, eraf. Precies. Nee, dan word je niet blij van. Als jullie nog een echt een fucking vette tagline hebben die ik morgen moet gaan gebruiken. Jasper had Stay Classy gegeven. Stay Classy, ja, dat is die wel vind ik ook goeie. Wel leuk. Dat vind ik wel leuk voor jou. Eigenlijk moeten we gewoon allemaal een beetje zo'n... Stay die, Blunded. Ja. 420 Blaze It wordt mijn motto. Oh, ik kijk zo erg naar je op, Tom. Mag ik je handtekening? Jazeker. Hoe heet je? Oh, maakt me niet uit. Je heet vanaf nu Dr. Dre. Stay Blunted. 420 Blaze It. I'm always high. Ja. Stay high. Pornobaard hoor ik alweer. Pornobaard is een Rock the Glasses Beard. Santa Claus. Alla Daniel. Die kan echt niet. Jongens, en on that bombshell, natuurlijk omdat Jeremy Clarkson niet meer is. On that bombshell, that's it for tonight. Good night. Cheers, hè? Rock the beard. Dat gaat hem worden. Stay blunted.